Er is een groot tekort aan openbare toiletten in Nederland. Ongeveer 400 openbare toiletten voor 17 miljoen mensen. Opvallend, er zijn meer openbare urinoirs voor mannen dan toiletten voor vrouwen. Dus de mens met een vagina moet zich behelpen met een hulpmiddel, de plastuit. Hartstikke leuk bedacht, maar werken die tuiten wel? Daarom is het tijd voor de plastuittest. You got it! Deze drie vrouwen gaan 5 plastuiten testen. Milou, Liana en Annette. We gaan de hele dag op pad. In Amsterdam, de stad waar om de 500 meter een openbaar toilet zou moeten zijn. In totaal zijn er 56 openbare toiletten voor 900.000 inwoners. Stel, er is dus nergens een toilet. Ga je dan ergens in de bosjes duiken? Ja, tussen auto's. Ja. Ik zoek liever ook een groen op dan dat ik eigenlijk tussen de auto's doe. Dat wat is dan de houding? Een hanghouding, ja. Kun je dat voordoen? Ook hurkend zitten. Maar dan moet je toch best wel goede beenspieren hebben? Dat heb ik ook wel. Ik kan dit heel lang volhouden, ja. Ja, zo. Ja, nee, dat ziet er, ja precies zo ziet het er mij ook uit. Moet ik het nu ook voordoen? Ja. Nou, oké. Okay. Zo, gewoon zo. Zo. Ja, meestal zit ik, ja, zo. Ja. Maar deze houding is helemaal niet nodig met een plastuit. Tijd voor de eerste. Het vrouwenurinoir. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oh, wacht even. Kan een vrouw überhaupt staand plassen? Ik vraag het aan uroloog John Heesakkers. Ja, dat kan. Als mannen dat kunnen, kunnen vrouwen dat ook. Maar heel eerlijk, een man kan richten. Ja. Een vrouw kan dat toch helemaal niet? Zeker staand moet je maar hopen dat het goed gaat als vrouw met een hele korte plasbuis. Je hebt eigenlijk geen mogelijkheden om te sturen. Dus dat betekent dat je daar gewoon aan het lot overgeleverd bent. Maar werkt zo'n plastuit dan voor een vrouw? Dat zou kunnen. Als je die plastuit goed kunt aanbrengen bij de uitgang van de blaas, dus bij de uitgang van de plasbuis, dat die daar goed afsluit en dat het niet lekt. En dat je dan ook kunt richten met dat plastuitje de goede kant op, dan zou dat theoretisch moeten kunnen, ja. Nou, dat is toch fijn om te weten. Annette geeft het plassein. Ik hou de microfoon hier hoor, zodat je goed te horen bent. Ik vraag me af waar ik mijn onderbroek moet laten. Ja. Maar goed. Nou. Nou. Het gaat uitstekend, eerlijk gezegd. Serieus? Ja. En waarom gaat het uitstekend? Het vangt de urine toch goed op en scheidt het door het tuitje naar beneden. Nee. Klinkt positief. Ja, zeker. Gaan we door naar het volgende. Even kijken hoor. Je voelt nog geen plasdrang? Ik ben even aan het focussen. Nee, ik moet voor mij niet plas, maar een beetje. Oké, je moet even 1 minuut stil zijn, goed? Ja, ik zeg niks meer. Oké, ik ook niet. Ja, het gaat lukken. Nee, het gaat lukken, dan moet je niet lachen. Nee, sorry. Hoor je plas, hoor? Ja. Het gaat hartstikke goed. En hoe vind je het materiaal aanvoelen? Lekker, zacht. Liana doet er ook nog een plasje over. Ik geloof niet dat het hem gaat worden met een broek. Nee. Nou, ik heb hem getest, maar ik vind deze niet prettig. In elk geval niet met een broek aan. Een duidelijke recensie over plastuit vrouwenurinoir. Om de plasdrang van de vrouwen te triggeren, gaan we met de boot over de grachten varen. Met drank. Heel veel drank. Voelen jullie al een beetje drank? Nee, totaal. Ik moet weer plassen. Nou. Ik moet eigenlijk meer plassen dan net. Nou, ik vind het heel fijn om te horen. Ja. En Dixie? Ja? Nou, daar kunnen we plastuit 2 testen. De kartonnen urinellen. Dat is ook gek. Ja, want ik kan niet met mijn benen. Je kan het niet goed. Ik kan het wel proberen, maar ik denk dan. Mijn knieën dan even. Nee, het zou meer dan zo zijn, wacht. Ja, wacht, ik doe de deur dicht, want ik geef je wat privacy. Oh ja, oké. Okay. Ja, plas. Ja, het wordt inderdaad warm. Wat wordt warm? Het kokertje. Ja. Nee, ik vond het andere chiller. Dit voelde een beetje gek om zo karton tegen je kut aan te houden. Dan liever dan zoiets zachts. Nee, ik vond het minder chill. Maar wat heb je geurineerd dan? Is dat azijn? Ja, ik denk het. Het vreet er gewoon zo doorheen, joh. Ik moest gewoon heel nodig. We volgen onze weg door de grachten van Amsterdam. De dames blijven zich hydrateren en ja hoor, ze moeten naar het toilet. En de volgende plastuit is de Whoopie Pocket. En dan. Een beetje smal. Hier, dit gaat ik sowieso vind het lekker. Heel smal. Het gaat sowieso lekker. Of het lekt of het werkt. Het is best wel een smal buisje om tegen je plasbuis te drukken. Dus eigenlijk duw je de boel ook weer dicht. Nee, dit werkt niet. En waarom werkt het niet? Hij stroomt over.
Hebben we een vochtig doekje nodig? Nou nee, schoon onderbroek bijvoorbeeld. Een schoon onderbroek? Ja. Je bent helemaal nat. Ja. Oh nee. Heeft iemand een extra onderbroek? Een schone onderbroek, een rokje in plaats van korte broek en een biertje later, het is ongelofelijk, is het weer raak. Oké, jullie moeten dus zo nodig dat het maar even tussen de auto's moet dan, toch? Ja. En dat kan zeker zonder boete, want de mini-wc is een afsluitbare plaszak. Oké, ik ga hier. Hoe gaat het? Ja, gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed, bij de volgende. Hoe gaat het? Het gaat prima. Ja? Ja hoor. Hij wordt wel wat zwaarder. Glijdt niet uit de handen? Nog niet. Ik hoop dat hij groot genoeg is. Ah, de eerste is al klaar. Het is een mooie mini-wc die alles opvangt en ja, handig. Niks nat? Nee, niks nat. Nee, helemaal droog. Super. Zo, goed vol. Ik moest toch, dat zei ik. Ja, dat is te zien. Ja. Maar je zit nu met een zak met plas. Ik wil net vragen, wat ga je ermee doen? Ja, dat is dus zo onhandig. Dus... Kan je in een tasje doen? Is hij zo droog? Nee. En even, nee, dat past helemaal niet, joh. Dus nee, dan moet je dus naar een prullenbak lopen. Ja. Dames, daar is de prullenbak waar je de urine in kan doen. Ja. Nog een ander voordeel aan de mini-wc. De urine wordt een gel door de korrels die in de plaszak zitten. Dus geen knoeierijen. Oh, en de laatste plas staat, de UXI. Kunnen de testers nog water landen? Nou, er staat weer een stinkend urinoir. Ja. Succes. Bedankt. Dit vind ik fijn, kijk. Dat je hem zo in je tas ja, kan doen? Ja, dat vind ik fijn. En dan moet je dat zakje wel eens misschien even wassen, maar... Oh, toch nog meer. Ja, nee, is goed te doen deze hier. Ik wil graag van jullie weten welke plastuit het slechtst was. Voor mij die zwarte fietsbol. Hij loopt over. En hij is weer groot om mee te nemen. Nou, dat is dus de Woepie en die eindigt ook op de laatste plek met een rapportcijfer 3. Op de vierde plek de urinelle met een 5,3. En de derde plek urinoir met een voldoende 6,8. En dan zou ik nu graag willen weten welke de beste was en waarom. Ja, dat was voor mij de plastic zak. Dat spetterde niet, dat kon alles opvangen. Werd een beetje stevige substantie, dus vond ik heel fijn om te gebruiken. Ja. We hebben het over de plaszak en die komt op plek 2. En de winnaar onder de plastuiten is de UXI met een 7,8. Ja, wat heerlijk, die vrouw. Wat een topvrouw dat ze dat zo zonder gêne doen. En wat een gezeik heb jij moeten aanhoren. Zeker weten. En ik vond het vooral bijzonder dat ze zo schaamteloos waren. Daar hou ik ook echt van. We hebben een poll gehouden onder ons testpanel. Hoe men denkt over openbare toiletten. 21.000 mensen hebben deze ingevuld. En daarvan vindt 86% dat er meer openbare toiletten moeten komen. Op de vraag of mensen door een tekort aan openbare toiletten zijn gaan wildplassen. Ja, 85%. Heb jij ooit aan wildplassen gedaan? Ja, als ik buiten wandel, dan gebeurt dat wel eens. Ja, een goede plastuit. Nou, ik denk niet dat Nederland dit wil weten, maar het is een heel handig apparaatje, zeker bij vieze wc's. Dan gaan we heel snel door. Ja. Voor meer informatie over de plastuittest en niet die van Antoinette, ga naar onze website en heb je zelf iets wat getest moet worden? Of heb je een klacht? Volg ons op Instagram of check radar.afrotros.nl.